Anna Elena had leukemie, maar na een stamceltransplantatie eind vorig jaar gaat het nu goed met haar. Ze heeft nu nog wel de neuszonde, maar dat is nog puur voor de voeding. En voor de rest gaan we gewoon weer het leven oppakken zoals het zou moeten. Ja. Ook de 9 maanden oude Loek uit het Gelderse Serenberg onderging een stamcelbehandeling. Maar hij overleefde het uiteindelijk niet. Wij weten dat er vanuit ons en vanuit de doktoren alles aan gedaan is wat er maar gebeuren kon. En ja, het mocht niet baten. Vandaag op Wereldbeenmerk Donordag zijn de ouders van Loek te gast in Breda. Want ondanks de verschillende afloop voelen ze zich wel degelijk lotgenoten. En dat maakt het allemaal wel een stuk draaglijker. Vrienden die in één keer voor je klaarstaan. En ja, dat is fantastisch. Je hebt zoveel meegemaakt en er komt ook heel veel weer naar boven. Maar dat is ook goed voor je verwerking, moet ik eerlijk zeggen. In Nederland hebben zich 130.000 mensen geregistreerd als stamceldonor. In verhouding met het buitenland zijn er dat nog erg weinig. Als je ziet dat er in Nederland nog maar 4% van de bevolking donor is, stamceldonor, dan is dat heel erg weinig. Ik denk dat dat in Nederland gewoon nog steeds een ondergeschoven kindje is, dat er nog steeds geen aandacht voor gegeven wordt. De ouders van Loek en Anna Elena hopen met hun verhaal mensen aan te sporen om zich te melden als stamceldonor. Het is fantastisch om te zien dat juist hun kind een voorbeeld is van een kind die het wel redt. En daar doe je het voor. Daarom zetten wij ons ook in om meer donoren te krijgen.